Een hele goede avond en welkom bij Studio 040. We zijn bij de nieuwe sporthogeschool in Eindhoven. Waar vandaag, woensdagmiddag, echt 2000 kinderen aan het sporten gaan. En even kijken hoe die nieuwe sporthogeschool er nou precies uitziet. Want morgen dan wordt die sporthogeschool geopend. Maar voor nu is het nog even lekker sporten. Hoe vind je het hier? Leuk. Ja, heel leuk. En ja, vooral met de schans afgaan is het ook wel heel moeilijk en het gaat best snel. En ik ga nu voor het eerst deze proberen en het lijkt me heel moeilijk. Is het leuk om kinderen sport te leren of te laten sporten? Ja, je ziet eigenlijk, als ik op een waveboard zou gaan staan, hè, dan zou ik het niet kunnen. Maar je ziet die kinderen die pakken het en die hebben het nog nooit gedaan. Die pakken het zo op. Dat is echt geweldig om te zien. We hebben hier bij elkaar de huidige directeur en de nieuwe directeur van de sporthogeschool. Ja, om maar te beginnen bij de oude, u kunt het zo wel overdragen, hè? Ja, dat vind ik ook. Ik ben daar vreselijk trots op. Het was ook ontzettend mooi om de afgelopen 3 jaar dit proces te mogen meemaken. In 2009 hebben we de samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Eindhoven. En 2 jaar geleden zijn we begonnen met de bouw en nu staat het er en het is klaar. En we zijn in augustus zijn we begonnen met ons onderwijs. Deze week allerlei activiteiten in het kader van de opening. Ja, wat wil je nog meer om over te dragen? En een van die dingen die jullie organiseren is Kids City. Ja, vorig jaar zijn we daarmee begonnen. Het was de eerste keer om de buurt kennis te laten maken met het feit dat wij als Fontys hier ons zouden vestigen. Ja, wij vonden het wel netjes om het een tweede keer nog een keer te doen. Ja, en het is een geweldig feest. Kids City is in Genneperpark op dit moment een geweldige ervaring. Vandaag is het mooi weer, kinderen moeten dan ook gewoon naar buiten. We zitten natuurlijk hier ook binnen, omdat een aantal activiteiten binnen gepland zijn. Maar we zijn blij met het feit dat we gewoon een bijdrage kunnen leveren aan een stuk sportstimulering in Eindhoven. En deze dag geeft daar een perfecte invulling in. Moesten we peper en een soort zout erin en dan moesten we pudding en dan moesten we roeren en dan is het klaar. Luc, je hebt fans achter je. Ja, dat was het. Kids City. En zelfs ik ben er moe van geworden van dat sporten. Morgen, dan is de officiële opening van de sportschool. Dan zijn we er natuurlijk ook weer bij.